Yo guys, welkom bij een nieuwe video en vandaag nemen wij een kijkje op The Perfection. Netflix heeft weer eens een nieuwe horrorfilm gereleased en ik hou natuurlijk van het horrorgenre en ik hou meer van de fucked up horror die echt met mijn mind zit te fucken, dus deze film viel daar perfect in. Al moet ik toegeven dat ik met een laag gevoel deze film inging, want ik had er eigenlijk echt niks van verwacht. En ik mag blij meegeven dat ik de film beter vond dan ik had verwacht. Het is lang geen masterpiece, maar hey, het is wel oké. Laten we beginnen. Something waits within the shadows. Listen to me, something is wrong. Like an army in the night. What is happening to me? Het verhaal volgt Charlotte die haar moeder verloren is aan een ziekte en dan maar terug gaat naar haar oude muziekschool. Hier leert zij dan de nieuwe sterspeelster Lizzie kennen, terwijl zij vroeger de sterspeler was. De twee gaan vervolgens samen op vakantie, maar er gebeuren heel erg vreemde dingen. Lizzie wordt ineens ziek en dan begint het grootste fuckfest ooit. Ik heb me letterlijk zelden nog zo fucked up gevoeld, nog zo mindfucked. Mijn twisted mind was niet meer te zien. Ik zeg, het was nog erger als bij Suspiria in 2018. Het verhaal neemt je mee door grachten, bochten, maar het is wel belangrijk dat je niet nadenkt tijdens deze film. Al moet ik wel zeggen dat de oorspronkelijke eerste act van een oorspronkelijke drie acter wel echt verreweg goed zat. Het verhaal bouwt zich namelijk op in vier chapters die verteld worden, die ook verteld worden op een toffe manier met elk hun eigen verhaal. Er wordt namelijk na de eerste helft meer duidelijk en de grootste clusterfuck van mijn leven begint. Die clusterfuck die wordt 10 keer groter naar het einde toe en het wordt gewoon een beetje over the top. Het hele verhaal ontspoort en het gaat nergens meer over. En dat was, zoals ik het altijd zeg, jammer. Verhaal 145 op 200. De band tussen Lizzie en Charlotte was echt geweldig. Om de 5 minuten versprong je echt met je gedachten. Wat vind ik van haar? Kan ik haar vertrouwen? Is ze wie ze is dat ze is? Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand hier? Dan hebben we nog de guy die de leerkracht is. Hij was niet geweldig. Hij heette Anton. Hij was oké. Iedereen daarlangs was ook een oké, maar nog een iets mindere oké. Een voorbijganger die Lizzie en Charlotte hielp, die was dan wel heel erg cool, maar die was maar 5 minuten in de film. En een van de studenten op de muziekacademie, die was ook best wel oké. Maar ze waren er allebei heel kort in. Qua personages was het echt wel een mes. Personages 150 op 200. De pacing zat goed. Hij was vlot en keek vrij aangenaam. De design was ook top. De set zag er echt leuk uit. En ook qua camerawerk was het best goed gedaan. Er zijn camerabewegingen gemaakt die perfect zeggen wat er bedoeld wordt. Zo is er een shot waarin dat Lizzie eindelijk achter de waarheid komt van een bepaalde persoon in de film. Haar wereld wordt op een kop gezet en de camera maakt daadwerkelijk een 360 rondje rond haar. Maar dan zo. En niet zo. Snap je? Hoe heet dat? Laten we zeggen, de camera gaat van een Dutch angle naar een volledig rondje en naar nog een Dutch angle terug recht. Pacing en designing 110 op 150. Ik heb mezelf zo fucked up gevoeld. De film bleef in mijn gedachten spinnen. Andere, kleinere dingen waren dan weer heel erg predictable. Zo jammer. Surprisement 85 op 100. De acting was soms een beetje over de top met personages die alleen maar tegen elkaar zaten te schreeuwen op een meest rare manier. Al moet ik zeggen dat Logan, die Lizzie speelt, het ziek zijn wel echt perfect acteerde. Acting 105 op 150. De critics waren nog tevreden, nog teleurgesteld en geven hem een 60 op 100. Ik vond hem vrij goed en ik geef hem een 35 op 50. En vanwege hoe mooi hij er eigenlijk uitzag, geef ik hem een 4 sterren, oftewel 40 op 50. Dat brengt de totaalscore van The Perfection uit op een 730 op 1000, oftewel een 7,3 op 10. De film is al een tijdje uit. Heb jij hem al gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments er beneden. En anders kan ik je aanraden om hem zeker te gaan kijken. Mensen, bedankt om te kijken en bye bye.